Goeiedag, ik doe nog wel een playthrough, maar vloggen doe ik pas naar een beetje naar oud en nieuw. Sorry dat ik mezelf een keer duidelijk heb gemaakt. Ik bedoelde echt met vloggen. Ik doe nog wel even een playthrough met jullie jongens. Zo, de kerstboom is weer opgeruimd. Ik ga even kijken, nog weer op 2. Ja. Ja, ik heb even wat levens erbij gehaald, de vorige keer dat ik dit speelde. Ja, welkom terug bij Mario. Dit is de derde deel dat ik... De third part dat ik aan het doen ben. Surprise! Ik denk dat Mario een van de beste videogames, bijna een van de beste videogames die er ook gemaakt is door Nintendo. Beste hoop bijna. Ik dacht even dat ik er bijna zonder problemen doorheen zou komen, maar nee. Ik probeerde altijd dit level heen te komen, weet je, maar dan heb ik het level maar gehad. Maar dit level is een beetje tricky. Ik moet even wachten totdat hij terugkomt. And I'm running out of time here. Ik ga niet wachten tot dat ding terugkomt. Oké, nou heb ik ze alle drie. Van de vorige doe ik wel even in mijn privé tijd. Anders blijf ik te lang in één wereld hangen. Oeh, dat is niet heel best. Maar gelukkig. Geen zorgen, ik heb 28 levens in mijn privé tijd even gehaald. Weet je, dan zou ik wel heel even snel door mijn levens heen. Eigenlijk had ik mezelf groter moeten maken met die fireflower. Dan had ik weer een reserve fireflower gehad. Dat deed ik niet slim. Waarom loopt hij daar nou in? Oh. Ja, voor de... Ik ga niet vloggen, want... Ik raak te veel afgeleid. Ik raak veel te veel afgeleid. Ik moet... Ik bedoel dat ik met vloggen even gewoon dat ik niet alles wil opnemen, weet je wel. En jullie kunnen mij niet zien als het goed is. Nou, vlogs worden in het nieuwe jaar heel veel beter, jongens. Kijk. Nou, hij krijgt hem net niet te pakken. Nou, waarom valt hij meteen door... Hij valt meteen door die enemy heen. Soms echt... Sommige spellen maken slaan echt helemaal nergens op. Nee, alsjeblieft.
Ja, dan mag ik geen risico's meer nemen. Ah, kom op, jongens. Soms echt. Soms werkt dat poppetje echt niet mee. Dan zit hij nog steeds vast in hetzelfde KUT-level, maar ja. Nou, kom op. Nee, dat ga ik weer niet redden. Juist. Laat die hem alsjeblieft weghalen daar. Juist. Haha. Maar ik ben er nog niet, hè. Ah, man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. En ik was er bijna. Ik was bijna aan het eind van dat level. Echt, sommige levels van Mario zijn echt irritant, joh. Maar ja, weet je. Spelletjes spelen zijn voor normale mensen niet irritant, maar voor mij is... Spelletjes spelen en vloggen zijn mijn, is mijn werk. Dus ja. Ah, kom op! Zie, ik raak veel te veel afgeleid. En ik moet onder andere, want het is een familievriendelijk kanaal. Ik moet zo min mogelijk vloeken. Ik wil niet de jongeren slechte woordjes leren. Nou. Hey. Kijk. Het is niet mijn bedoeling om jongeren slechte woorden aan te leren. Ah! Dit is getting annoying. Dan ben ik nog helemaal niks verder, maar ja. Zoals ik wel eens op mijn weet hoe je heet, het zijn het risico's van het vak, hè? Als je een entertainer bent, dan kan ik springen. Ja, die vijf blauwe bedoelingen voor de volgende keer. Ja, alsjeblieft, jongen. Ik wil niet vastzitten in datzelfde KUT-level. Nou niet. Echt, waarom springt hij niet? Ik heb 9 levens, maar het zag 19 levens over. En ik begon met 28. Ah, kom op, hé. Serieus? Wat heb ik nou gedaan? Nee, dat wou ik helemaal niet. Jongen, 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 jongen. Als dit zo doorgaat, moet ik wel levens gaan halen. Anders heb ik tekort. Nee, 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 nee. Oh, maar ja. Nee, is het al een mushroom geworden. Dat had een fireflower kunnen zijn. Come on, easy peasy. Ik moet hier makkelijk overheen kunnen springen. Kom op, hé. Jongens. Ja, ik weet het. Ik word heel snel gefrustreerd. Als ik niet verder kom in een spelletje, word ik heel gefrustreerd. En dan doe ik het weer verkeerd. Waarom? Weet je, ik neem het risico maar. En mijn risico wordt beloond. Ah!
Ja, dan moet ik wel levens gaan halen. Oh, dan weet je, als ik nu niet verder kom, jongens, dan... het is niet goed voor me, ik weet het. Maar dan moet ik alsnog levens gaan halen. Weet je, ik had levens opgespaard, speciaal voor deze part 3. Ik denk van, ik wil naar wereld 3. Ik wil proberen naar wereld 3 te komen, maar ik weet niet of ik die niet... Ik weet niet of ik die deadline nog ga halen met die 15 levens. Ik blijf continu van het platformpje aflopen. Dit is echt niet te geloven. En Mario is niet een van de makkelijkste spellen die er op de wereld bestaat. Tenminste, niet als je niet weet wat je niet doet. En ik weet het, ik moet niet zo... Als ik dan nu stop met recorden, dan... Dan heb ik jullie weer niet gedacht gezegd, dat is de volgende keer. Ik weet het, ik moet rustig blijven. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk. Ik probeer zoveel mogelijk rustig te blijven. Er zijn kinderen die kijken waarschijnlijk. Die denken van, waarom scheelt hij zoveel? Maar ja. Ik probeer echt, onder andere omstandigheden, probeer ik rustig te blijven. Maar het is zo ongelooflijk lastig. En dan weet je, dan komt het ineens. Dan komt het ineens. Dan denk je dat je goed op weg bent. En dan opeens, bam. Ach, kom op. Ik denk steeds dat het de A-knop is die springen is, maar het is de B-knop. Ik denk steeds dat het de B-knop springen is, maar het is de A-knop, maar het is de B-knop. En ik mis zoveel stemmetjes. Ja, dan moet ik dat level waarschijnlijk overnieuw doen. Ik ga dat waterlevel doen en ben ik dan minstens iets verder gekomen. Als je vol stress zit, dan adviseer ik je dit spel absoluut niet. Want het is echt heel erg stressvol. Ik ga dat waterlevel doen. Ik heb helemaal geen voortgang gemaakt tot nu toe. En dat is zo irritant. Oh, dat was close. Zelfs Raymond die ik gespeeld heb, die was nog minder frustrerend dan dit. Want daar zit de ene naar de andere, zit gewoon mee. En hier zit alles tegen tot nu toe. Oh, die bounce dingen zijn irritant. Juist. Juist. En als ik nu een stermond mis, dan kan ik niet terug. En ik zou zo laten zien waarom. Kijk. Is niet erg. Ik maak er verder geen punt meer van. Mijn moeder zegt, je moet niet zo stressen om een spelletje, jongen. Je moet rustig blijven. Maar weet je hoe moeilijk het is? Oh. Weet je wat mijn vader vroeger altijd zei tegen mij? Niet zo stress hoor, het is maar een spelletje. En ik zeg tegen mijn vader, leef me niet op. En mijn vader zegt, dat doe ik wel, want jij moet leren. Hij pakt die DS uit mijn handen en dan brak hij hem in twee. Ik zeg, dan moet je mijn leven niet zo stressen, wat kut spelletje. Het is maar een spelletje, je leven komt er niet vanaf hoor. Ja, ergens heb je wel een punt. Kijk, nu heb ik een leven erbij, hoppa. Mijn allereerste DS die ik ooit van mijn verjaardag heb gekregen,
Die had mijn vader gesloopt omdat ik steeds om een spelletje had gestrest. Die had hij gewoon gesloopt. En ik zeg tegen mijn vader, waarom nou? Omdat je veel te veel stress in dat spelletje. Dat moet je helemaal niet doen. Dat is niet goed voor je gezondheid. En ik zeg tegen mijn vader, ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Mijn vader had gewoon gelijk al die tijd, weet je wel. Nog 50 minuten, oké. Ik ben hem door te trekken naar 20 minuten. Dat is een normale playthrough, is dat ook. 20 minuten, zoiets, 20. Als ik deze haal, dan kan ik weer saven en dan stop ik ermee. Want ik zie aan mezelf dat ik niet ontspannen ben. Ik ben heel erg onrustig. En daar ga ik niet lekker van kunnen spelen. Oh ja. Ik heb natuurlijk... Ach, gaat hij weer terug? Hey, kijk. Ja, het level begint altijd goed, hè? Totdat je eindelijk de smaak te pakken hebt. En dan denk je dat je erin zit. En dan bam. Zie je? Kijk, dan word je afgestraft. De enige manier waar ik er door overheen kan springen is door de mini-mushroom. Kijk. Ai. Ik ga nog één keer laatste keer proberen. En anders ga ik de volgende keer weer verder, jongens. Ik moet het level toch kunnen halen. Op de DS hield ik hem altijd zo. Zonder enige problemen. En nou heb ik er opeens moeite mee. Ik ben er een beetje uit, jongens. Echt waar. Ik game ook niet zoveel op dit kanaal, dus... Ik game heel soms als ik geen... als ik niks op een vlog kan bedenken, maar... Het is officieel een vlogkanaal, maar ik heb er een game sessie bij gemaakt. Het is officieel helemaal geen game kanaal, dus... Maar ik denk van, dat doe ik erbij, weet je wel. Ik denk van, dat doen we niet zo moeilijk. Kijk. Kijk, als ik er nou in blijf. Oké, ik heb hem in ieder geval een kopje kleiner gemaakt. Rustig, ga op die trekker. Nice and easy, goed zo. Juist. Zo, we hebben in ieder geval progress gemaakt. Als ik het laatste maar niet verpest. En dat doe ik niet. En maar open door de vlag. Weet je hoe close dat was? Dat ik afging toen het. Ik was zo close. Ik ben gewoon te onrustig. Ik ben niet gefocust op een of andere manier. Nou, dan gaan we maar even een mechamushroom halen hier. Ja, jongens, ik stop er in mij. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie niet...
Ik hoop niet dat jullie me door mijn geranged het gameplezier hebben benut. En ik zie jullie weer in het nieuwe jaar, jongens. Hoi hoi.